Ik ben Zielman, Bjorn Zielman, en mijn werk is een onderzoek naar de co-existentie van objecten en realiteiten. Niets staat centraal in mijn werk. Niets is natuurlijk dan, hè, niets, niemand snapt het. Ja, wat is niets dan? Het is dan heel beknopt gezegd natuurlijk, maar het niets gaat erover dat alles eigenlijk bedacht is. Het is een realiteit waar we in zitten met onze percepties. En dat het eigenlijk allemaal niets is. Het is eigenlijk gewoon onzin. Een soort waanzin van de mens. Ik maak zelf ook eigenlijk helemaal niks. Ik zet het alleen compositie. En zo ontstaat een beeld bij mij. Het is echt... Het is niet objectmatig, want ik maak zelf geen objecten. Het is echt dat ik over de straten loop of bij mensen naar binnen kijk. En dat ik daar mijn inspiratie vandaan haal. Ja, kunst is gewoon, ja, het is gewoon alles. Het is een onderzoek. En als kunstenaar is dat ook naar je eigen zijn, is dat een onderzoek. Wat doe ik hier nou eigenlijk? Wat wil ik eigenlijk? Het zijn heel veel vragen die bij elkaar komen. En die vragen zullen nooit beantwoord worden. Die worden alleen maar groter. Een soort existentiële crisis waar je dan in belandt. Een soort zwart gat. Maar ja, dat hoort erbij natuurlijk. Bij het onderzoek.